Naast mij Richard van der Krommert. Je schrijft voor de Telegraaf en je hebt ook eindelijk een bestseller uit. Hè? Het grote Songfestivalboek, waar ik denk heel wat fans ook naar hebben uitgekeken. Kan je iets meer vertellen over waarom nu precies dit boek? Nou, waarom nu is eigenlijk heel makkelijk. Het Songfestival bestaat dit jaar 60 jaar. En het is een boek over Nederland. En precies 40 jaar geleden won Nederland het Songfestival voor het laatst. Okay. Nou, als je voor de Telegraaf over het Songfestival schrijft, gaat het steeds hapsnap. Altijd korte momentjes. En ik dacht, er zitten gewoon veel meer verhalen in. En het is zo'n vreselijk leuk evenement. Daar moet ik eens tijd voor maken. Daar moet ik eens in dingen gaan duiken. Mensen wat langer gaan spreken dan normaal. Om te kijken of daar nog leuke verhalen zaten die nog niet verteld waren. Wat is nu juist een weetje waarvan je denkt, dat wil ik echt dat iedereen weet gewoon? Oh, dat is echt zo lastig, want er staan zoveel leuke dingen in van het avontuur van Travel die je 9 jaar geleden voor Nederland meedeed. Het leuke is dat ze op een gegeven moment in Finland waren, daar bij de platenmaatschappij de mannen van Lordi tegenkwamen. Die waren, zoals je weet, verkleed als monsters. Prachtige pakken waren dat. En ook op de bij de platenmaatschappij lieten die mannen van Lordi al weten aan die Nederlandse meiden van, wij vinden jullie wel verschrikkelijk leuk en het zijn ook fantastische meiden. Toen hebben ze een geheim teken afgesproken, want ze zeiden van, we gaan elkaar echt nog wel een keer zien. Er zijn heel veel feestjes in Athene. Dat lukte ook, een geheim teken met een wuivende pink. En die meiden van Travel zijn dus een van de weinigen die de jongens van Lordi hebben ontmoet zonder hun pakken aan. Ja. Op een gegeven moment heb ik gevraagd of ze ook seks met monsters hadden gehad. Nou, geloof mij, zij weten wat er onder die pakken zit. Er is ongetwijfeld wat gebeurd, dat kan niet anders. Nou, een monster in een broek waarschijnlijk ook. Daar hebben ze zich niet over uitgelaten. Favoriete nummer aller tijden is echt wel Lorraine en Euphoria. Ja? 3 jaar geleden voor Zweden gewonnen. Dat zat spannend in elkaar. Het is ook echt een gay nummer geworden, hè? Het is een gay nummer geworden, zoals zoveel Songfestival liedjes moet ik zeggen. Ik denk dat op een of andere manier homo's hebben een gen die houden gewoon van het Songfestival. Daar ben je nog niet uit. Waarom homo's het Songfestival zo leuk vinden? Nee, dat is toch echt lastig. Want je kunt dat nooit erg benoemen. Want als je iets gaat benoemen, dan krijg je toch weer een hele lading mensen over je heen die het niet met je eens zijn. Dat mag dus ook. Maar ik weet het gewoon niet. Wel in mijn boek hebben we een heel hoofdstuk besteed aan van, nou, wat is dan dat Songfestival? Is het inderdaad de Champions League voor homo's? Of zoals homo's zelf ook vaak zeggen, EK-voetbal is voor hetero's en dit hebben wij binnengehaald. Ja, ik weet het niet. Ik heb het antwoord gewoon echt niet. Maar we laten echt wat mensen aan het woord en ook echt leuke verhalen laten ze vertellen. Want je denkt van, dat is een saai hoofdstuk en er komen alleen maar mensen in voor met een mening. Nee, de ervaringen die sommige delegaties meemaken, die zijn echt lachwekkend.